Zo zag het Kort Rapenburg er vroeger uit. Nu is de gracht gedempt en rijdt er veel verkeer overheen. Maar als het aan het waterambacht Leiden ligt, komt dat water weer terug. Ik zie het helemaal voor me dat het Kort Rapenburg weer open is. Dan moet dit middenstuk, dat moet weer water worden, zoals het in het verleden ook was. En dan komt de structuur van die huizen zo voor dat water, dat wordt ook weer veel, veel mooier. Het idee van het waterambacht is afkomstig uit hun Blue Deal. Daarin staan meerdere voorstellen om het Leidse water beter te benutten. Het water geeft weer een hart aan de stad. Het geeft weer een structuur aan de stad. En wij zeggen, het moet veel meer gebruikt worden. Bijvoorbeeld door een OV-boot of een zwemwedstrijd door de Singels. De wethouder is enthousiast. Als we erin slagen om het gebied rondom de Beestenmarkt autoluw te maken, dan hoeft er ook over het Kort Rapenburg geen autoverkeer meer te rijden. En dat biedt de mogelijkheid om die gracht te gaan ontdempen en het water van het Rapenburg met de Beestenmarkt te gaan verbinden. En dat zou wel heel mooi zijn als we daarin slagen. Maar het waterambacht wil meer. Ook dat de Lange Mare ontdempt wordt. Leiden is ontstaan op de plek waar de Lange Mare in de Rijn uitkomt. Dat is de oorspronkelijke hart van Leiden. Dat stuk van Leiden, ook Marendorp, is het meest versteende gedeelte van Leiden. En wij zeggen, die Lange Mare moet open, dan komt er weer koelte in de hete zomers. En dan komt de natuurlijke structuur weer terug in Leiden. Nou, Lange Mare is een plek waar van oudsher ook de wens bestaat om de gracht te gaan ontdempen. Maar die mogelijkheid zien we nu niet, omdat de raad een jaar geleden heeft gezegd om dat niet te gaan doen, maar de Lange Gracht daar de voorkeur te geven. Ondertussen werken ze bij het waterambacht samen met andere partijen door aan de Blue Deal. En we gaan ook zeker met de politieke partijen aan de slag. Want wij vinden dat in hun verkiezingsprogramma voor komend jaar water heel prominent erin moet staan.